Hoi, ik ben Martin en in deze video geef ik je drie manieren om snel te ontspannen als je overloaded bent. Ik kan er zelf nog wel een handje van hebben om soms niet te luisteren naar de signalen van mijn lichaam en eigenlijk gewoon door te gaan. Ik kan me herinneren een jaar of 6, 7 geleden. Twee jongens, ik heb een tweeling, die waren toen een jaar of 2, 3 oud. Ik had mijn standaard werk als therapeut. En daarnaast was ik bezig met een ander bedrijf opzetten, wat eigenlijk in de avonduren was. En dat werd steeds meer en meer. En nog even neem ik dan minder tijd voor mezelf. Waardoor je moeier wordt, waardoor je een extra steentje bij ging dragen aan, in mijn beleving, het geheel van ik moet doorgaan. Waardoor ik een keer op een zaterdag plat lag. En op een gegeven moment een keer een zaterdag en een zondag. Tot ik op een gegeven moment dacht, hey, ik heb nu wel echt een aantal maanden achter elkaar, dat ik gewoon verschillende weekenden gewoon eigenlijk bij moet komen van de totale overload en het doorgaan. En de stress van alle ballen in de lucht houden van de hele week. Dat ik dacht, nou, nu moet er echt iets anders. Toen had ik de tips en trucs nog niet die ik nu weet. Wat ik nu doe, als ik weer voel dat er veel gaat gebeuren, dan is punt 1 beweging. Dus als je zit met een deadline, sta op van je stoel, ga push-ups doen, loop even de kamer rond. Een wandeling. Of echt gewoon bewegen als in de deur uit en sporten. Even naar de sportschool of hardlopen. Hardlopen werkt bij mij altijd heel goed. Een tweede tip om snel te ontspannen als je overloaded bent, is de natuur in. Gewoon ruiken, voelen, de wind voelen, de buitenlucht. Even ontspannen en weer terug naar je werk. De derde is helemaal niks doen. Gewoon even alles laten en ook niet aan iets anders beginnen. Ook niet beginnen met een boek lezen. Tenminste, voor mij werkt dat niet, want dan gaat mijn hoofd gaat dan nog door. Gewoon even helemaal niks. Even zitten. Kan natuurlijk ook een combinatie zijn. Even naar buiten. Even gewoon helemaal niks. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Als je iemand anders kent die hier wat aan heeft, stuur die video door. En wil je meer informatie zoals dit, abonneer.